tijd en hebben wij zelf zo'n hekel aan, Danny. We ja. zelf zo'n hekel aan om negatieve dingen te laten zien. Ja. En dan doen we het zelf. Ja, maar dit is niet negativiteit. Dit is meer gewoon even laten zien waarom ik misgaat. Anders denk ik iedereen van ja, dat is wel niet. Je speelt niet of je bent heel laag in blauwe M&M's in de kleedkamer. Zonnebril op gehad. En dan heb ik dus alleen maar hier sproeten. Dus je ziet hier nu een soort van rare vlek op mijn neus. Serieus, net geloof ik informatie, maar het ziet er een beetje raar uit. Ontbijten. Ja, laat ontbijten. Kort voor één. En de crew is er al. En ik ben dan afgelopen week bezig met een call sheet maken en vragen aan de organisatie van het festival of ze de juiste route door willen geven en dat we geen obstakels tegenkomen zoals fanatieke mensen in oranje of gele hesjes die de opdracht hebben gekregen niemand door te laten. Nou, dat is dus wel aan de hand, waar ik wel een beetje bang voor was. Maar goed, geloof dat dat nu na 4 verschillende mensen aan de telefoon gehad te hebben, wat ik even niet heb gevraagd overigens, want daar was ik te druk mee bezig, om door te geven aan die mensen dat ze ons wel door mogen laten. We weten niet of dat werkt, maar dat gaan we zo meteen zien, want wij zijn nu nog onderweg. En wij rijden nu bijna Maastricht binnen. Maar toen kregen we toch een bericht van de crew dat het door laten spelen. Vrij klein was het, ook wel een beetje doorgeven. Maar wij hebben natuurlijk onze eigen geluidsmensen mee en lichtmensen mee. En we kregen een foto van het podium en er hangt echt werkelijk waar echt geen één lampje. Nou staat in ons rijder dat er natuurlijk gewoon een basisset moet hangen. Logisch. Maar dat is blijkbaar niet helemaal doorgekomen. Dus ik ben alweer aan de bel geweest met hoofdtechniek. Wat er in de rijder staat, dat hoort er te zijn. En dat is nu niet zo. Dus het is waarschijnlijk een beetje onsamenhangend verhaal voor jullie. Maar voor mij is het vrij irritant dat ik nog niet op de plek van bestemming ben. En nog niet met eigen ogen kan zien hoe ernstig het is. En of we de show wel kunnen draaien. Oh, Boomtown Red. Ja, het lijkt een beetje of je met je raam open hebt gereden. Sorry mensen, het waait. Good for making love all the time. You're so good like sugar. Als dingen niet soepeltjes verlopen. Soms van die dagen dat het niet mee zit. Ik dacht dat het een hoogte was. Toen je hoofd eruit kwam. Nou, dit is gewoon marshmallow. Ze zijn zo goed. Alle spullen in de fik vliegen. Fucking hell. Dat er komt. Maastricht, ik kan er heel weinig aan doen, behalve dat ik voor lul sta hier en jullie voor lul zijn gekomen. Ik zou nog even willen uitleggen wat er nou eigenlijk gisteren precies gebeurt, want het was eigenlijk best wel een beetje hectisch dat ik dat niet meer helemaal heb kunnen filmen, want ja, dat vind ik ook een beetje raar dat je dan gaat staan filmen als iets misgaat. Nou ja, we gingen dus spelen. Ja, dat gingen we uiteindelijk dus niet doen. Omdat, waarschijnlijk dus, zoals ik net hoor, mijn vriend. Ja. Omdat waarschijnlijk de stroom verkeerd is aangesloten.
Maar ik kan... Joh, het was dus echt gewoon letterlijk dat er rook uit de mengtafel kwam. En uit, hoe heet dat, waar die stekkerverdeler in zit. Ik voel dat hij geen idee. Het is Gert heeft daar een filmpje van gemaakt, dat zal ik wel even indoen. En dus brandt alles door. Dus we konden gewoon letterlijk niet spelen. En het is wel, wat ik nog wel heel veel even te laten zien net, dat jij nog zelf even tegen het publiek zegt waarom. Nu? Nee, gisteren heb je dat natuurlijk gedaan voor het publiek daar zo. En je was natuurlijk best wel een beetje fucked up erover. Want ja, als je gaat spelen, dan wil je ook spelen. Ik ben nooit zo boos over dit soort dingen. Om het feit dat er altijd... kijk, als alles perfect geregeld was en halverwege het optreden gaat er stroom uit of weet je wel, valt er regen, net zoals in Nederweert. Ja. Of als in Scheveningen, weet je wel, dat je te veel regen krijgt. Daar kan je helemaal niks aan doen. Maar als je ergens aankomt en iemand heeft al niet voldaan aan een paar vragen die je als band stelt en waar je een contract voor opstelt, zodat het voor iedereen makkelijker werk is. Maar ik ben nog wel eventjes gewoon een half uur met iedereen op de foto gegaan. Dus dat is wel eens wel heel erg leuk. Ik heb heel veel foto's gemaakt, weet je wel. Ja. Dus, nou ja, misschien is het... Het is ook allemaal niet zo'n ramp, maar het is gewoon zo zonde, weet je. Het is zo zonde van... Want het was echt een hele leuke locatie. Ik had echt super leuk kunnen zijn gisteren. En, maar goed, weet je wel, dit soort dingen gebeuren ook bij ons. Anders moeten we mensen echt te veel vermoeien met negativiteit. En hebben wij zelf zo'n hekel aan, Danny. Ja. Zelf zo'n hekel aan om negatieve dingen te laten zien. Ja. En doen we het zelf. Ja, maar dit is niet negativiteit. Dit is meer gewoon even laten zien waarom er iets misgaat. Want anders denkt iedereen van ja, weet je wel, je speelt niet. Of je weet je wel, er lagen geen blauwe M&M's in mijn kleedkamer. Dit is wat je eigenlijk moet doen in zo'n situatie. Ja, gewoon... Oversprongedrag. Ja, ik weet niet meer, ik ga mijn voet leggen. Ja. Moeilijk dit, moeilijk. Ja, hoe moet ik doen? Moet ik boos worden? Ben ik verdrietig? Ik weet niet, ik klik aan mijn voet. Ja.